lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag gewoon eens even kijken wat er kenbaar mag worden voor jullie in het energetisch veld. We hebben de laatste video's best wel al gericht gehad op innerlijke groei, boodschappen die daarover binnenkwamen. Ook gezien met alle poortendagen die aanwezig zijn geweest. Dus we gaan gewoon twee overal energiekaartjes nemen en vanuit daar gaan we gewoon kijken wat er helder mag worden voor dit moment. We beginnen met de wijsheid van het orakel en vervolgens gaan we weer met de tarot de diepte in. En het schatteiland. En het lot. Oké, heel mooi. Er zijn sommige mensen die dus nog aan het herstellen zijn van een oneindig verhaal. Waar ze lang en vast hebben gezeten, maar waar ze wel uitgebroken zijn. En vooral omdat we zien met onvoltooid symfonie. Houdt dat in dat er dus nog wel wat belangrijke stukken eerst aangekeken mogen worden. Voordat er ook echt dat schatteiland en het lot naar jou toe mag gaan komen. We gaan gewoon met de rode diepte in. Oké. Wat mogen we weten voor deze legging? Oké. Extra kaartje bij de dood. Voelt maar van waar. Oh, nou. Oké. We hebben de schildknaap van staven. We hebben de zon, de doodkaart. Met de acht van staven erbij als aanvulling. Je zit in een vernieuwd proces. Ik pak nog een kaartje erbij, want ik krijg meerdere verschillende dingen door, maar ik krijg nog niet. Oké. Er is een verbinding geweest met iemand. Ho. Waar een bepaalde communicatie mee is geweest, waar je echt dacht van, oh, dit is het, ik heb er het vertrouwen in dat dit de ware is, dat dit de persoon is waar ik mee in aanmerking mag komen, maar, er is iets niet helemaal juist geconstateerd. Er was iemand te veel in deze verbinding, waardoor er dus niet de juiste keuzes is gemaakt. De keuze heeft er ook voor gezorgd dat er iets gestagneerd is in dit vroegere stadium. Maar toch ligt daar schatteiland en lot. Dus we gaan eens even verder kijken. Dit voelt voor mij dat dit de reden is waarom er iets eerst afgewikkeld mag gaan worden. Voordat jij dus daadwerkelijk ook echt het juiste naar je toe mag gaan krijgen. We hebben de maan. Kan kreeftenergie zijn waar je mee te maken hebt. We hebben de ridder van munten en de koning van zwaarden. Dus er is een keuze die nu op je pad aan het komen is. Of het is iemand die een bepaalde stabiliteit met jou neer wil gaan zetten. En deze persoon is in jouw optiek eerlijk geweest. Maar alles is een bepaalde illusie geweest. Dus voor sommigen geldt het dat het één en dezelfde persoon is. En voor anderen geldt het dat, dat het twee personen zijn geweest. Het kan ook zijn dat de persoon waar je mee te maken heeft, naar jullie beiden heeft gelogen. Omdat hij dus in een driehoekverbinding op dit moment staat. Eerlijkheid is niet geweest. Toch wil die persoon eigenlijk met jou in verbinding komen. En de zon laten schijnen. Maar daarvoor is het alleen maar mogelijk als deze persoon eerst iets af gaat sluiten. Toch wil deze persoon ergens met jou over gaan communiceren. Ik moet een ander dek pakken, zeggen ze. Oké. Een andere dek, dan doen we dat.
wat willen jullie dat ik doorgeef? Ja, het geluk houdt jou op dit moment tegen. Het lot houdt jou tegen. Omdat er nog iemand echt vast zit in een verbinding. Die daar nog niet uit kan komen. Die ook niet weet hoe die daaruit moet komen. Toch zijn jullie elkaar aan het manifesteren. Deze persoon is jou aan het manifesteren. En het voelt voor mij, omdat jij dus hoger in jouw energiestroom al zit. Je bent al op intuïtief niveau verder aan het ontwikkelen. En deze persoon zou heel graag met jou willen gaan communiceren. Maar die weet ook dat dit betekent dat er een andere verbinding eerst stopgezet moet gaan worden. Want anders blijf je alle twee in een bepaalde illusie hangen. Waarin totaal geen vooruitgang kan gaan komen. Als jij dus het pad gaat wandelen voor jezelf. Het pad gaat bewandelen om in je eigen kracht te staan. En die liefde voor jezelf te gaan accepteren. Dan kan er een einde komen aan een situatie. En dan kan er een nieuwe stabiliteit voor jezelf neergezet gaan worden. Maar dat kan niet met de persoon die hier ligt. Met de persoon die hier ligt is geen doorstart mogelijk. Er gaat iemand anders op jouw pad kunnen komen. Als je dus ook daadwerkelijk voor je eigen gaat kiezen. En dus niet vast blijft zitten in een verbinding die jij kort geleden pas hebt ervaren. Want er kan pas weer iets nieuws gaan groeien uit vruchtbaarheid. Als jij op een punt staat dat jij dus niet ergens meer zoveel moeite voor hoeft te doen. Als jij inziet van oké, de persoon waarmee ik een verbinding heb gestaan. Die heeft gewoon echt zijn balans te vinden. En die mag eerst gaan helen. Voordat ik überhaupt mijn beker naar deze persoon kan gaan aanbieden. Maar omdat deze persoon daar nog helemaal niet aan toe is. Is het dan aan jou. Ga ik hier nog energie in stoppen? Ja of nee? Of ga ik zeggen. Ik kies voor mezelf. En ik ga voor die eigen stabiliteit. En voor mijn eigen geluk. Omdat dat mijn zielsmissie is. Want als jij daarin gaat staan, ga je echt op dat punt staan van ik ga naar mijn eigen stuk toe. Ik ga die eigen stabiliteit aan. Dan kan er een nieuwe persoon op je pad gaan komen. Iemand die emoties al in balans heeft, die weet wat hij wil. En die het ook echt wel jou aan wil kunnen gaan bieden in een zuivere vorm. Hoe mooi. Omdat jij dus al in die positie zit en jouw emoties al in balans hebt. Dus blijf vooral dicht bij jezelf. Blijf in die energiestroom zitten waar je in zit. Dat gevoel van geluk kan naar je toe gaan komen. Als je daadwerkelijk op inziet dat de bepaalde verbinding die dus hier op tafel ligt. Gewoon niet voor jou bestemd is. Dat is een bepaalde illusie die je in stand houdt. Er kan pas een doorstroom komen in jouw eigen energiestroom. Als je daadwerkelijk ook ergens iets gaat beëindigen. Dan kan er echt iets nieuws mogelijk worden. Wensen gaan uitgesproken worden. Wensen kunnen uitkomen. Deze persoon die hier ligt, die is jou al in de gaten aan het houden. Maar toch, let op. Deze persoon waar dus jij eerder mee in verbinding hebt gestaan, die blijft aan jou trekken. Die blijft jou in de gaten houden. Is dit wat je wil? Diep van binnen wil jij dat overvloed en die geluk met iemand ervaren. Is dat met de persoon waar je eerder mee in verbinding hebt gestaan? Nee, totaal niet. Want dat komt hier duidelijk naar voren dat deze persoon nog in een driehoekverbinding zit. En zijn eigen shit eerst op mag gaan ruimen. Sorry voor mijn woorden. Want ik zeg altijd al vaker, ik flap er soms eerder dingen uit als dat ik er nadenk. Of dat ik het anders had kunnen zeggen. Ik zeg wat ik mag zeggen. De persoon die is zijn eigen leven aan het verlokenen. Dat is hem, zijn eigen stuk. Dat heeft ermee te maken dat hij dus in een verbinding zit met een ander. Terwijl hij wel voelt dat er een diepe connectie met jou is. En het liefste dus eigenlijk in die schildknaap energie wil gaan staan. Wat hier ook al lag. Om naar jou toe te kunnen komen. Omdat hij dus echt wel de liefde tussen jullie twee voelt. Maar daarvoor is het belangrijk om in te zien dat er iets niet mogelijk is op dit moment. Eerlijk zijn in jezelf. Dat pijnlijk einde wat hier ligt. Dat heeft te maken met een situatie wat bij de ander ligt. Daar hoef jij zelf niet doorheen. Dat is een stukje wat de ander moet accepteren en doorstaan. Die verbinding die er bij jullie is, aanwezig is wel op zielsniveau. Maar zoals ik al eerder in eerdere video's heb benoemd.
Kan het zomaar zijn dat in dit leven die zielsniveau niet naar elkaar mag gaan komen, maar dat je dus gewoon echt ieder individueel je eigen stuk mag gaan leren en doorvoelen. Jij hoeft er niet aan vast te gaan houden, want dit zou jou gaan beperken in een mogelijke nieuwe liefde. En die liefde is dus belangrijk om wel de ruimte te gaan geven. De persoon die hier ligt, die zal er niet mee eens zijn, want die voelt die intense verbinding tussen jullie. Maar daarvoor is het ja, voor hem of haar dus belangrijk zelf die knoop door te gaan hakken. Blijf ik erin hangen of ga ik echt voor een andere liefde? Voor nu, hoe ik het hier ervaar, zal jij kiezen voor een nieuwe persoon in jouw leven. En niet de persoon waarmee je in verbinding hebt gestaan. Omdat deze persoon gewoon nog de nodige lessen te doorvoelen heeft, te doorleven heeft. En afsluitingen en conflict situaties in zijn huidige situatie eerst aan mag gaan kijken. Dus dat is een belangrijk onderdeel waar we dus echt mee te maken krijgen in deze verbinding tussen jou en de ander. Dus het is, jouw stuk kan pas verwezenlijk gaan worden als jij ook inziet dat je dus niet vast blijft zitten aan een persoon wat eigenlijk als illusie in jouw leven is gekomen. Het wordt ook mooier geprojecteerd als werkelijkheid. Want wil jij echt die tweede keuze zijn in iemands leven? Of zeg jij van nou, laat mij toch maar een mooie eerste keuze zijn. En als iemand mij die eerste keuze niet kan bieden, dan ga ik lekker verder. Gun jezelf ook die ruimte om eerste te keuze te zijn. Maar dat kan alleen. Ik zit in een andere dek doorheen. Dat is raar. Oké. Waar liggen die andere kaarten dan? Geen idee. Heb ik nou wel allemaal de goede? Nou ja, zo zie je. Bij mij loopt ook wel eens een keer iets mis. Loopt het ook wel eens anders. Oké. We gaan nog een laagje erbij leggen. Waar kan het dan voor jou het geluk gaan creëren? Ja, Schatteiland houdt voor jou in dat er toch echt iemand op zielsniveau naar jou toe kan gaan komen. Iemand waar je een diepe connectie mee hebt. Kan iemand zijn uit jouw vroegere jeugd. Waardoor jij nu een bepaalde patroon hebt weten te breken. Dat je dus niet meer vast bleef houden aan die eerste persoon. Krijg je nu dus ook de ruimte om dit nieuwe proces, nieuwe cyclus in te gaan. En dat is een persoon die op jouw pad gaat komen waar jij het geven en nemen mee in balans hebt. Vooral als we dan gaan kijken met de Temperance kaart en de set van munten op, onder elkaar. Is het toch wel echt een diepere connectie wat zuiver en een nieuwe vorm voort kan gaan zetten. Een eerdere wens die je uit hebt gesproken gaat dus niet uitkomen. Er gaat een vernieuwing uitkomen waar jij dus niet de focus op hebt gehad. En dat zal je dus ook onverwachts iemand dus op jouw pad krijgen op liefdesvlak. Maar dat is er belangrijk om in te zien dat de connectie die net als eerste lag voor jou als levensles weer op jouw pad is gekomen. Om jou een les te leren in de vorm van dicht bij jezelf te blijven. En dus niet vast te houden aan een ander persoon. Want dan ga je eigen dus verloochenen anders. Dit heb jij geleerd. Dit is waar jij al doorheen bent gegaan. Omdat jij die balans hebt gekregen in jezelf. Omdat je dus niet meer vast bleef houden aan een situatie waar je lang voor gevochten hebt. En dat heeft pijn en verdriet gedaan, zeker weten. Maar van de andere kant zorgt het ook wel weer voor dat er iets opgeschoond gaat worden in jouw systeem. Waardoor er nieuwe scheepjes binnen kunnen varen. Dus ook echt nieuwe liefde. Helen is dus nog wel een belangrijk stukje. Want het komt wel duidelijk naar voren dat als deze eerste relatie of verbinding die hier lag afgesloten gaat worden. Dat dit best wel pijnstukken nog in jouw systeem achter kunnen laten. Echt zielswonden. En als je dit gaat genezen, want het is wel echt nodig. Dan kan er echt een mooie stroming gaan komen. Maar het is dus belangrijk wel echt in te zien van oké, ik verloochen mezelf hier niet meer in. Ik hou er niet meer in vast. Ik heb moeten knokken om op deze situatie, om door deze situatie heen te komen. Die hele heling is dus echt wel dat er nog wat stukjes zijn die geheeld mogen worden. Maar als we dan dit gaan kijken, dat dit dan jouw mogelijke uitkomst is. Dat er op het hoogst haalbare niveau iemand een handreiking vanuit het goddelijke mag gaan doen. En dat er nieuwe liefde naar jou toe mag gaan komen.
Ik zag net 1444 op de camera, dus 444, nieuwe stabiliteit neerzetten. Dat is dus jou gegund en dat gaat dus ook in de toekomst voor jou komen. Belangrijk dus dicht bij jezelf te blijven. De divine timing zal zijn werk doen, maar het is langzame energie, langzame stabiliteit. Dus alles op zijn tijd mag naar jou toe gaan komen. Dus wil je iets niet gaan forceren, want dan kom je weer van een koude kermis thuis en zul je dus ook wel weer nieuwe verdrietstukken erbij gaan krijgen. Want er is iets gewoon waar je uitgebroken bent. En een wens die je eerder hebt gezegd, die hoeft niet meer uit te komen. Want die is niet voor jou van toepassing. Die mag niet naar jou toe gaan komen. En dat is de eerste laag, die persoon die daar lag. Het is niet in dit tijdsbestek nu de tijd dat deze persoon naar jou toe gaat komen. Dus probeer dat energiestuk ook los te laten. En dan zul je ook merken dat dat er nieuwe perspectieven op jouw pad mogen gaan komen. We nemen nog een engelenkaartje als afsluiter. We hebben inzicht. Engelen van licht, vertrouw op ons. Wij zijn graag je mentor op je spirituele pad en geven je de inzichten die je nodig hebt. Dus de inzicht die je nu hebt gekregen tijdens deze reading, dat een bepaalde connectie met iemand niet voor nu bestemd is en dat jij jouw horizon mag gaan verbreden, zal ervoor zorgen dat jij jouw ruimte en jouw systeem kunt gaan creëren om echte, ware persoon naar jou toe te kunnen halen. Iemand uit een vroegere jeugd of vorig leven. Dat is wat ik jou nog mee kan geven, lieve kijker. Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken, in ieder geval weer voor het kijken. En graag tot de volgende video. Doei doei!